Nou, daarmee kom ik op het thema van de duurzaam competente professional. En daar wil ik eens even naar kijken met jullie. En dat is meteen een mooie brug. Via die route ga ik van het bedrijfsleven straks naar het onderwijs. Ik heb daarvoor ontwikkeld het Vestia-model en dat wordt op een aantal plaatsen inmiddels gebruikt. Het Vestia-model beschrijft beroepscompetenties voor duurzame ontwikkeling. En dat zijn er 6 plus 1. Vestia is een afkortingswoord, je ziet daar V, E, S enzovoorts. En hier zie je alvast de eerste 2, de V van verantwoordelijkheid en de E van emotionele intelligentie. En je ziet de beschrijvingen erbij staan. Dan pak je de volgende 2. Oh, dat ging iets te hard. Eigenlijk had die laatste regel pas op het eind moeten verschijnen. Nou, vooruit, dat wil je me wel vergeven. Je ziet hier het complete Vestia-model. Dat wil zeggen, 6 algemene competenties die je van iedere professional mag verwachten. Dus zeker ook alle professionals die afstuderen aan de Hanze Hogeschool. Die je ook mag verwachten van mensen die misschien al jaren in bedrijven werken. En daar horen dan nog bij, de 7e, dat zijn disciplinaire competenties. Ja, en die kan ik moeilijk in zo'n schema weergeven, want die hangen helemaal af van wat je vak is. Of wat de branche is waar je werkt. Die zijn dus afhankelijk van de context. Maar die andere 6 daarboven mag je van iedere professional verwachten. Samen worden ze dan ook wel genoemd, en dat kwam ik zo tegen op een gegeven moment, de 7 competenties voor duurzame ontwikkeling. Je kunt ze overigens vinden in het basisboek Duurzame Ontwikkeling, wat ik geschreven heb. De tweede editie is begin dit jaar uitgekomen en daarin het laatste hoofdstuk, dat gaat over duurzaam ondernemen, daar wordt dit hele model ook ingevoerd. En er horen ook allerlei hulpmiddelen bij die je dan op de website van het boek kunt vinden. Bij elk van die 6, ik ga eerst even op die 6 in, de 6 algemene duurzaamheidscompetenties, is een uitsplitsing gemaakt naar 3 deelcompetenties. Dus in totaal krijg je daarmee een model met 6 keer 3 is 18 deelcompetenties. Ik laat ze even zien. Je ziet daar paragraafnummers bij staan. Dat is de verwijzing naar de paragraaf in het basisboek waar ze besproken worden. Waar je dus kunt kijken wat betekent het nou concreet als je die bepaalde competenties zou moeten bezitten. Nou, hier heb je de verantwoordelijkheidscompetenties. Emotionele intelligentie. Systeemgerichtheid. Een hele belangrijke. Ik heb je verteld over hoe allerlei aspecten van onduurzaamheid op elkaar inwerken. En dat betekent dus dat je te maken hebt met grote systemen die veranderd zullen moeten worden. En daarmee moet je dus verwachten van professionals dat ze in staat zijn om op het ene moment zo'n systeem als geheel te bekijken. Op andere momenten in te zoomen op een klein aspect van dat systeem, of een deelsysteem ervan. En daar daadwerkelijke verbetering aan te brengen, maar dan meteen weer terug te koppelen naar het hele systeem om na te gaan wat is nou het effect op het geheel. Daar is een bepaalde flexibiliteit van de geest die je van professionals mag verwachten. Die staat dan bijvoorbeeld bij de eerste van de 3. Toekomstgerichtheid. De persoonlijke inzet. En dat is mooi, want er zit onder andere bij, je ziet wel nummertje 2, de passie. Iedereen kent mensen die met een bepaalde passie aan iets werken en dat is altijd mooi om te zien. En dat maakt dat je echt dingen voor elkaar krijgt. En dat vind ik een hele belangrijke competentie. En als laatste, de actievaardigheid. Er staat hier onder andere bij onafweegbare afwegingen maken en toch tot keuzes komen. Je zult heel vaak situaties hebben als je in de praktijk bezig bent waarbij je dingen tegen elkaar moet afwegen die eigenlijk niet afgewogen kunnen worden. Bijvoorbeeld geld tegenover het welzijn van mensen. Dat zijn dingen die kun je helemaal niet tegen elkaar wegen. En toch zul je als manager vaak beslissingen moeten nemen. Niet alleen als manager, maar ook als bijvoorbeeld ontwerper of zorgverlener of wat voor beroep je ook zit. De workshop die ik zo meteen ga doen, gaat daarop in. Dus degenen die daarbij zitten, die zullen dat zo meteen in de praktijk gaan ondervinden. Die gaan ermee aan de slag. Bij elkaar, de 18. En dan even een paar voorbeelden van die disciplinaire beroepscompetenties. En daar kan ik niet meer dan voorbeelden geven, want die lijst is natuurlijk oneindig lang. Want daar kun je allerlei soorten beroepen en branches bij halen. Maar ik geef er gewoon een paar. Dan zie je bijvoorbeeld, een manager moet in staat zijn om een cultuurverandering te bewerkstelligen in zijn bedrijf in de richting van MVO. Of
Een docent moet in staat zijn om studenten maatschappelijk bewust te maken. Een werktuigbouwkundige, daarvan mag je verwachten dat hij of zij een LCA kan uitvoeren. Een levenscyclusanalyse. Oh, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Een bedrijfseconoom, die zou bijvoorbeeld een investeringsanalyse kunnen opstellen met duurzame richtlijnen of randvoorwaarden. Nou, en zo zijn er meer voorbeelden te geven. Ik zal die lijst, die kun je natuurlijk ontzettend lang maken. En dan kun je voor ieder soort beroep, iedere branche, prachtige voorbeelden neerzetten. En dat is op een gegeven moment, denk ik, als je praat over het onderwijs, is dat aan de opleiding zelf om te bedenken welke dat zijn. Of als je praat over een bedrijf, is het ook aan dat bedrijf zelf, omdat in combinatie, in samenwerking tussen het management, de HRM-afdeling en de werknemers verder zelf, om dat samen te bepalen. Nou, even dan naar die competenties terug, naar niveaus van competentie. Want je kunt die competenties op meerdere niveaus bezitten. Ik heb daarvoor 4 niveaus gedefinieerd. Je ziet hier staan. Bij het eerste niveau ben je in staat om een bepaald iets gewoon in de praktijk toe te passen. Bij het allerhoogste niveau kun je heel innovatief bezig zijn. Dat is nogal wat. Ik geef daarvoor 1 voorbeeld. Ik heb genomen E1. Waarden van zichzelf en andere mensen enzovoort. Je ziet het. En dat leidt tot zulke beschrijvingen. En wat je daar ziet zijn hele concrete handelingen. Dus het zijn geen vage dingen. Dit zijn dingen die je een competente professional gewoon ziet doen. Op een gegeven moment. Waar je dus zo iemand ook op kunt afrekenen. Als die werkt in een bedrijf. Of als die als student bijvoorbeeld op een stage is. Als die in praktijk bezig is. Kun je gewoon kijken of die dit gedrag vertoont. En zo wordt het ook als je competenties beschrijft. Dus hiermee heb je iets dat kun je gebruiken om daadwerkelijk iets te toetsen. Je kunt het ook gebruiken bijvoorbeeld om een leerplan voor een opleiding te ontwikkelen. Ik heb in de jaren dat ik als consultant werkte voor duurzame ontwikkeling van hogescholen. Heb ik veelvuldig de vraag gekregen, met name toen het competentiegericht leren opkwam, van hey, wat vind jij nou? Zou je nou aan ons competentiemodel apart een aantal duurzaamheidscompetenties moeten toevoegen? Ik denk dat het antwoord nee is. Dit soort competenties, die zijn dus niet bedoeld om en masse aan je huidige competentieprofiel vast te plakken. Alsjeblieft doe dat niet, want het wordt volkomen onwerkbaar. Maar gebruik dit als een bron van inspiratie om naar de competenties die je hebt te kijken en te zien of dit je kan inspireren om daar nog dingen aan toe te voegen of te veranderen. Dat is een slimme manier om het te doen. En daarbij kun je het dus zo doen. En daarvoor zijn instrumenten gemaakt in de vorm van spreadsheets die je kunt downloaden. En zet ze gewoon invullijsten waar dit soort competenties met hun niveaus bij staan. En dan kan je invullen van nou, ik vind eigenlijk, dat kun je bijvoorbeeld als opleidingsteam doen. Ik vind eigenlijk dat aan het eind van de opleiding de student, de afgestudeerde, de competentie E1 bereikt moet hebben tot en met niveau 2, bijvoorbeeld. Even willekeurig gekozen. En zo kun je dus voor elk van die competenties doelen stellen. En dan kan je vervolgens gaan kijken, weer in een andere kolom kun je dat dan intypen. Want wat vinden wij nou dat we op dit moment in onze competenties hebben staan? Is dat hetzelfde? Hartstikke mooi. Is dat lager? Dan hebben we nog iets te doen. En in de volgende kolom dan weer kun je invullen, ja, competenties is leuk, maar dat is de theorie. Is het in de praktijk ook zo? Is het inderdaad zo dat in ons leerplan verweven zit dat ze die competenties daadwerkelijk behalen? Nou, dan kun je ook weer gaan scoren van nou, ja, we willen competentie 2 bereiken, maar ze halen in de praktijk toch eigenlijk wel alleen maar competentie niveau 1 bijvoorbeeld. Nou, dan weet je ook weer, daar hebben we iets te doen. En dat stelt je dus kortom in staat om heel gericht te werken aan verbetering van je onderwijs. Dan heb ik het over onderwijs, maar in een bedrijf kun je dat precies zo toepassen. Bijvoorbeeld vanuit de afdeling HRM, als je het hebt over het totale personeelsbestand, maar ook individueel, een professional, ieder van jullie kan hiernaar kijken, naar dat model, en zeggen van nou, ik vind mezelf competent op die en die niveaus. Je kan voor jezelf gaan scoren, daar is dan weer een ander spreadsheet voor, kun je ook downloaden. Dan ga je je eigen competentie maar eens invullen. Dan ga je daarnaast invullen, wat voor competenties zou ik eigenlijk willen dat ik had. En daar kun je dus een persoonlijk ontwikkelingsplan op baseren. En zo kun je die competenties op allerlei manieren inzetten. Je ziet daar cijfertjes bij staan. Nou, in het model staan daar dan voetnoten bij waarin ingewikkelde begrippen nader worden toegelicht. Ik doe er nou even niet toe wat er precies staat, maar
Dingen worden dus op die manier duidelijk gemaakt. Hier zie je een manier om diezelfde competenties ook heel concreet te gebruiken ten behoeve van stages. Ja, jullie werken wellicht met een stagereglement waarin staat wat er van de student verwacht wordt. Nou, dit zijn dingen die zouden in zo'n stagereglement kunnen staan. Links staan dan dingen die je van tevoren als randvoorwaarde meegeeft. Van nou, wij keuren je stageplan alleen maar goed als je dit soort dingen duidelijk maakt. En in de rechterkolom zie je een aantal dingen waar je aan het eind de student op kunt toetsen. Hebben ze wel dat en dat gedaan? Hebben ze bijvoorbeeld wel verdedigbare afwegingen gemaakt? Hebben ze hun geweten erbij betrokken waar dat relevant was?